Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Deze video zal een weekendvlog zijn. Vandaag is het nog geen weekend, het is namelijk nog vrijdag. Maar ik heb wel een aantal dingen op de planning staan. Ik heb straks een afspraak, want ik ga productfoto's maken voor een sieradenmerk. Daarna heb ik een sollicitatiegesprek voor stage. En daarna heb ik een kappersafspraak, want het is echt al veel te lang geleden dat ik voor het laatst naar de kapper ben geweest. De laatste keer was in september en mijn haar mag wel een opfrisbeurt gebruiken. Na een aantal uur bij de kapper te hebben gezeten, is dit het eindresultaat. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb een beetje curtain bangs. Ja, officieel zijn het wel curtain bangs. Alleen het is niet vanuit mijn middenscheiding, maar vanuit de zijkant, omdat hier mijn kruin zit. De kapster zei dat het op deze manier veel mooier uitkomt. En ik vertrouw natuurlijk mijn kapster. En mijn haar is een beetje bijgekleurd. Het is minder warm. Geen drastische verandering, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ondanks dat het zaterdag is, ben ik wel aan het werk. Ik heb net een aantal mailtjes beantwoord, want dat moest ook gedaan worden. Want gisteren bij de kapper kwam ik daar niet aan toe, want we waren gewoon lekker gezellig aan het kletsen. Dus ik moet nog een aantal dingetjes doen. Ik moet ook nog content maken. Maar dat ga ik waarschijnlijk vanmiddag doen. Want vanmiddag komt Ritsi ook. En hij gaat me daarbij helpen. En voor de rest van de dag ga ik met de doellijst afwerken. Want ook al is het weekend, er moeten toch dingen gedaan worden. Toevallig is er net een pakketje binnengekomen. Ik heb namelijk iets op Shein besteld. Ik heb als eerst een opbergsysteem voor mijn wattenstaafjes en wattenschijfjes. Onderin doe je dan je wattenschijfjes en dan boven je wattenstaafjes. Zo ziet het er dan uit. Dan heb ik een voorraad aan make-up blenders. Eentje met een marmerprint, een zwarte en een witte. En dan de drie jurken. Ik ga ze gelijk eventjes aandoen om te kijken of ze mooi zitten. Ik heb de eerste jurk aan. Hij zit prima, alleen ik krijg de achterkant niet dicht. Omdat het gewoon echt een struggle is om dit bij jezelf dicht te doen. Dus hij zit half open, half dicht. Maar hij kan wel dicht, want ik heb nog heel veel ruimte tussen zitten. Ik heb deze in een maat M. Volgens mij kan ik ook nog wel een L, maar het zit wel prima. Ik vind het wel schattig. Ik moet even wennen aan dit printje. In eerste instantie is dit niet echt iets voor mij qua print. Qua model wel. Het voelt een klein beetje als een zwangerschapsjurk. Ik weet niet. Een gevoel. Zo'n gevoel krijg ik altijd in zo'n jurk. Ik vind hem wel leuk. Alleen ik krijg het hier niet echt dicht. Deze jurk vind ik wel wat hebben. Alleen het stofje vind ik een klein beetje apart. Maar hij zit wel heel erg leuk. Ik vind de kleur ook best wel leuk. Ik draag nooit echt deze kleur. Het is een beetje bruinachtig, legergroen. Ik weet het niet zo goed, maar I like it. Hij valt ook mooi. Hij zit ook goed. Dus deze hou ik sowieso wel lekker voor de zomer. Dit jurkje moet nog gestreken worden, want hij is enorm kreukelig. Ik vind hem wel een klein beetje aan de korte kant, want hij komt net over mijn bil. Maar ik vind hem wel leuk. Dus als ik er gewoon een broekje onder doe, dan is hij prima te doen. Ja, ik vind het ook wel een leuk zomerjurkje. Ik laat altijd wel leuk zien hoe ik mijn koffie maak, maar ik vertel het nooit. Het is echt heel erg simpel. Ik ben echt een amateur barista. Ik kan het gewoon niet. Maar tot mijn verbazing zijn mijn koffiecreaties altijd wel even lekker. Ik heb sinds kort ook een opschermer van Philips en hij werkt top. Je kan warme melk laten opschuimen en je kan ook koude opschuimcreaties ermee maken. Dus dat is top. Ik ga nu ijskoffie maken. Dus ik heb net mijn melk opgeschuimd en ik heb... Pak het er even bij. Ik heb hier Alpro Barista havermelk. Of ik gebruik deze of ik gebruik die van Oatly. Nu heb ik deze variant. En dan gaan we even naar mijn koffie en thee corner. Ik heb hier allemaal cuppies van
Dolce Gusto van Starbucks. Maar ik heb sinds kort ook herbruikbare cupjes. Ik heb hier al voorgemalen koffie. Ik heb geen officiële koffiemaler. Ik heb een soort van blendermaal dingetje. Dus daar maal ik dan mijn bonen mee. En dan doe ik ze hierin. En dan heb ik een soort van verse koffie. Niet helemaal. En dan doe ik ook een beetje koffie in mijn cuppie. En als ik dat heb gedaan, doe ik het in de koffiemachine. En zo maak ik mijn koffie. Easy peasy lemon squeezy. En niet te vergeten gebruik ik ook altijd een siroop. Ik heb hier vanille, maar ik heb ook nog karamel en hazelnoot. Ik wissel altijd met siroop af waar ik het meest zin in heb. Dus dan doe ik een beetje siroop van in. Natuurlijk ook een beetje ijs. Dan mijn melk. En zo maak ik thuis mijn ijskoffie. Ik heb mezelf verplaatst naar het park samen met Rit. We zitten hier aan de sushi. We gaan even wat gezelligheid creëren door wat muziek op te zetten. Even kijken. Zoals je net hebt kunnen zien, had ik een speaker mee naar het park. En dit is niet zomaar een speaker. Het is namelijk de Sonos Roam. En deze heb ik van Coolblue mogen ontvangen. Ik ben namelijk hun ambassadeur voor de aankomende maanden. Ik ben heel erg excited, want naast dat het speakertje er leuk uitziet, heeft hij echt hele goede geluidskwaliteit. En hij is ideaal om mee te nemen als je een dagje uitgaat. Dus bijvoorbeeld in het park gaat zitten, naast het strand gaat. En dan is deze speaker ook nog eens stof- en waterdicht. Dus je kunt hem overal mee naartoe nemen, zelf op vochtige plekken. En naast dat kun je hem ook thuis gebruiken. Je kunt hem connecten met Bluetooth en wifi. En je kan zelf je Google Assistant op laten besturen. Hoe chill is dat? Dus ik ga er de aankomende tijd heel veel gebruik van maken. Want ik hou ontzettend veel van muziek. Want muziek zorgt er echt voor dat ik in een hele chille vibe zit. En ja, dat helpt toch ook wel mee met mijn positieve mindset. Dus wanneer ik naar mijn favoriete liedjes luister, dan word ik ook gewoon spontaan vrolijk. Dus ja. Een hele goede zondag. Rits heeft mijn outfit voor vandaag uitgekozen. Ik heb namelijk een, ja, het is officieel gewoon een truitje. Een mannentrui om precies te zijn. Die had ik een keer op Vinted gehaald. Ik kan hem dragen, maar Rits ook. Dus hij zei van, doe die trui aan. Dus dat heb ik gedaan in combinatie met jeans. En we gaan straks eventjes een rondje lopen. Want ja, we moeten wel een beetje in beweging blijven. Ondanks dat we niet heel veel kunnen uitvoeren. Het weekend gaat voor mij echt heel snel voorbij, ondanks dat ik niet heel veel heb gedaan. Dit weekend stond ook gewoon in het teken van lekker relaxen, tijd spenderen met mijn vriend, want dat mag ook wel eens. En ja, de weekenden zijn gewoon voor mij om lekker bij te komen van de drukke week, zodat ik weer opgeladen ben om een nieuwe week te starten. Ik ben ook wel benieuwd wat jij in het weekend doet. Neem je de tijd voor jezelf of voer je heel veel activiteiten uit? Daar ben ik wel benieuwd naar. En omdat het inmiddels ook alweer maandag is, wordt het weer tijd om aan de slag te gaan. Ik heb vandaag een aantal schoolgerelateerde dingen op de planning staan. Ik moet wat werktaken uitvoeren. Dus ik ben wel even lekker zoet. Hierbij wil ik deze video dan ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en wie weet tot snel. Doei doei!